Hallo dames en heren, welkom bij onze allereerste YouTube-aflevering. Wij dachten het is wel leuk om aan jullie te laten zien wat wij nog meer doen naast alleen maar een stukje muziek maken. Om een toch een wat persoonlijke verhaal te vertellen en om jullie echt te laten zien wie wij zijn en wat wij doen. Want naast de optreden zijn we heel erg veel onderweg. Zijn we continu aan het opbouwen en het afbreken. Best wel vreemde plekken terecht. En natuurlijk zijn we veel bezig met nieuw materiaal ontwikkelen en het ontwikkelen van onze sound. Hè. Pedaaltjes kopen, drumstellen kopen, gitaren kopen, noem maar op. Elke 2 weken zullen wij een nieuw filmpje uploaden, een aflevering, een vlog, wat je het ook maar wilt noemen. Dus abonneer je op ons kanaal en maak van dichtbij mee wie wij zijn als Home for Supper en wat we allemaal doen als beginnend bandje. We nemen jullie nu eerst mee naar een dagje Zwarte Waal Festival. Goedemorgen. Hallo, hallo. Welkom bij onze allereerste YouTube-vlog. Nee, het is eigenlijk, we noemen het gewoon YouTube-aflevering. Het is natuurlijk eigenlijk vlog. Het is ook een vlog inhoud, geen vlog. Goedemorgen. Ja, dit is onze eerste YouTube-vlog. Nee, we moeten welkom zeggen. Welkom bij onze allereerste. Ik heb ook gedaan. Welkom, goedemorgen. Dit is onze eerste YouTube-vlog. Een hele goede morgen. Wij zijn onderweg naar Zwarte Waal, waar we op mogen treden op een... Oh, ik ben Bas kwijt. Waar is Bas heen? Vandaag wordt het een supercoole dag natuurlijk. Festival 28 graden, maar er is nu niks van te merken. Je ziet het wel. Oh, wat een mist. Kijk die Bas heen. Maar we gaan vandaag 2 keer spelen. Vanavond om 10 uur zijn we de afsluiter. Dus dat wordt een ontzettend gave party. Beste mensen, wij zijn op Zwarte Waal zijn wij. In de Zwarte Waal. In Zwarte Waal. Kijk, we staat staan een mooi... bij het kleine café in de haven. Pittoresk dorpje hier. Ah, het ziet er leuk uit. Ja, zeker. Hoe laat moeten we spelen, Nout? 2:30 tot 3:00. En hoe laat vanavond hoe laat is het van nu? 9:00 tot 10:00. Hoe laat is het nu? Maar liefst 11 uur, we zijn heel vroeg. Dus wat mogen we wederom doen? Bier drinken. Kijk, daar wordt al muziek gemaakt. En hier staan al onze spullen. Jongens, even, let me niet op hem. Hij is een beetje vreemd. Zie je dat? Hij is een beetje vreemd. Welkom bij het Zwarte Waal Festival. Hier staan, ik zou zeggen, kijk en zie. En dan hierna, Home for Supper. Rock and roll! We zijn naar de ik hou het niet met Romeo en Juliet aan het kijken. Ja. Naar een echte live voorstelling van Romeo en Juliet. We zien dat hij de drummer is, hè. I was born. Zet zacht uit! In the street. Jullie zouden nu een filmpje van ons optreden moeten zien, maar zoals je ziet is die er helemaal niet. Want wij zijn zo slim geweest om ons eigen optreden niet vast te leggen. En op het festival zelf is er ook niet gefilmd, dus het was een superleuk optreden. Een aantekening voor de volgende keer. Maak een filmpje van je eigen optreden. Hoi Bas, we hebben net opgetreden. Hey, hoe was het? Was leuk. Ja, hè? Ja, was lekker optreden. Nou, Thijs, kijk. Thijs, wat vond jij ervan? Ik vond het erg leuk, erg aangenaam. Kijk, wat een degelijk antwoord. Ik ben ook heel degelijk. Ik dacht dat jij ook wel de drum uit. Ja, zeker. 2 kleine kleutertjes zaten in een schommelstoel. 1 was te zwaar en de andere die was iets minder zwaar. Hé, hey, maar hoe laat is het nu? Het is 4:45. En hoe laat moeten we spelen? Over 5 uur. Over 5 uur. Dus wat kunnen we weer doen, Thijs? Suipen. This is the road to happiness. Waar gaan we naartoe, Thijs? We gaan naar Sophie. Filosofie. We gaan naar een filosofie stage, waar gefilosofeerd wordt. Maar waar moeten we heen dan? We gaan nog die kant of die kant. Je kan nog naar. Dat is filosofie. Je kan alle kanten op. Alle kanten op, ja.
En gaan er de deuren open? Of zijn er geen deuren? Maar is het nou water of is het nou een vijver? Het is beide. Maar de filosofie stage, daar is de filosofie blijkt stage? Dus een stage te zijn waar eigenlijk niemand op afkomt. Ja. Maar het leven is als ware een vlot op het water. Als er eenmaal water inkomt, dan zinkt het. Maar je moet wel op het water blijven. Niks meer toe te voegen. Hey, zitten jullie lekker in de regen? Thuis. Zitten jullie lekker in de regen? We zijn allemaal aan het schuilen hier. Want het is nogal warm weer. Ja, dat is ja, het is een flink heel gek. Maar het gaat gewoon elke stap die je zet, je zet je toch een stapje dichter bij de dood. Dat heb ik net geleerd. Vermaak je er een beetje naar? Ja, zeker. Ja? Nu het weer, ik vrolijk ook helemaal op. De zon gaat weer schijnen. Net had ik een dip. Stond ik in die tenttafel, zwaar depressief. En nu... Nou, hoe noem je dat? Heeft borderline. Borderline! Alleen dat is allemaal. Hallo. Waterloo. Ik zie de foto. Hetzelfde verhaal als toen straks. Je ziet helemaal niks meer. Maar we zijn klaar met het optreden. Ja, en het was energiek. Het en was knallen. Was onverwacht het. Superleuk. Ja. We hebben het zelf van het dak geblazen. Ja, iedereen stond te dansen. Ja, ze stonden allemaal te dansen. Iedereen. En het was. Je kunt niet zien, maar het is picobello. Heel hard calorieën, Big Mac-tje naar binnen knallen. Hè. Heerlijk. Jongens, dit was onze allereerste YouTube-aflevering en we moeten even netjes afscheid nemen van iedereen. Ja. Vanuit een goed gevuld McDonald's, om een uurtje of 12, willen wij graag je dag zeggen. Ja. Dus bij deze, toedeledokie, tot de volgende keer en losballos, hou je taai. Over twee weekjes kun je ons weer zien. Ja. Bisboot. Adios.